Dat was een ervaring in 1969. Dat was vlak nadat de eerste geslaagde maanlanding achter de rug was. Was een conferentie in een NATO Conference on Software Engineering in Rome. En daar kwam ik Joel Iron tegen, die het hoofd was van IBM's Federal Systems Division. En dat was de afdeling die verantwoordelijk was geweest voor de software van het maanschot. En ik wist dat elke Apollo-vlucht, die had iets van 40.000 new lines of code nodig. Nou, we weten niet precies wat voor eenheid de line of code is. 40.000 is veel. Ik was diep onder de indruk dat ze zoveel programmatuur, dat ze dat goed en in orde hadden gekregen. Dus toen ik Joel Aron tegenkwam, zei ik, how do you do it? Do what, vroeg hij. Ik zei, nou, getting that software right. Right, he said. En toen vertelde hij dat in een van de berekeningen van de baan van de lunar module, de maan in plaats van aantrekkend afstotend was. En die tekenfout die hadden ze bij toeval, moet je denken, bij toeval 5 dagen van tevoren ontdekt. Maar ik verschoot van kleur en zei, those guys have been lucky. Yes, was het antwoord van Joel Aron.